Laten we staan naar de wedstrijd DTS Bennekom 1-1. Ik denk dat we kunnen spreken van een terechte uitslag. Ja, 100%. 100%. Ik vind de fase waarin wij nu zitten en de tegengoals die we gekregen hebben, stonden we vandaag gewoon heel erg goed. Het is moeilijk om deze groep af te remmen in die zin. Die willen altijd heel graag met z'n allen vooruit. Maar we hebben toch echt wel deze week goed bij elkaar gezeten. Van joh, laten we eens bij elkaar kruipen, laten we eens wat minder weggeven. En ik denk dat we vanuit de discipline gewoon prima gevoetbald hebben. Heb je een verschil tussen de eerste en de tweede helft? De eerste helft, in mijn ogen, ben ik al een beetje afwachtend te reageren op wat DTS doet. De tweede helft gewoon vol gas erin. Nou ja, goed, weet je, DTS wacht de eerste helft ook op wat Bennekom doet. Die loeren ook en die wachten ook en die zakken ook gewoon. Als wij de bal hebben, zakken ze gewoon in met 10 of 11 man. Dus het leek een beetje op schaken voor rust. Een beetje heen en weer, weinig kansen allebei. En dan maakt die Palm, die maakt in mijn ogen een fantastische goal. Echt een spitse goal, volle bak eerste paal. Maar ja, die 40 minuten daarvoor was er helemaal niks aan de hand van ons natuurlijk, helemaal niks. En na rust hebben we ook gezegd van laten we niet gelijk volle bak vooruit gaan rennen, want dan voetballen ze er makkelijk doorheen. Dus laten we eerst nog gewoon een beetje bij elkaar blijven. En dan komen die momenten vanzelf en dan gaan we steeds iets hoger spelen. En dat hebben we gedaan en dan valt hij uiteindelijk uit de corner door Jusje. Dat is wel heel fijn natuurlijk. Ja, ik stond aan de zijkant stond ik te kijken bij Jusje. Ik dacht, oh, die gaat er ook nog een keer naast. Maar dat was gewoon een wereldgoal. De eerste goal van hun vond ik persoonlijk mag eigenlijk niet gebeuren. Hè? Korte hoek bij de keeper. Ja. Van afstand, zeg ik dan. Ja. Maar Christian herstelde zijn eigen gewoon fantastisch met twee wereldredden. Ja, nou, die eerste goal kun je niet bij Christian neerleggen, denk ik. Dus, maar goed, ik vond een echt spitse goal. Volle bak, eerste paal en dan knap even een voetbeweging en binnenwerken. Maar wij maken ook een schitterende goal, denk ik. En weet je, die groep die hikt dan op twee gedachten. Want aan de ene kant volle bak adrenaline, ze zijn er rijp voor. En aan de andere kant wil je toch ook gewoon je puntje koesteren momenteel, want die hebben we gewoon nodig. En ik ben gewoon apetrots. Als ik zie de energie die ze leveren en de discipline waaruit we gespeeld hebben, dan ben ik heel erg blij mee. Zouden we nou ook volgende week deze energie ook mee kunnen nemen naar onze thuiswedstrijd? Nou ja, dat is natuurlijk niet de grote vraag, want dat gaan we gewoon doen natuurlijk. Maar dat is wel een dingetje, weet je. Ik denk dat we vandaag beloond zijn voor de arbeid die we erin steken. En dat smaakt naar meer. Dan wil je gewoon, verder. En dat leeft ook wel in de groep, denk ik. Dus ik maak me nog steeds geen zorgen. Je had vandaag ook de volle steun van alle supporters vanuit Bennekom. Hij dreigde hem zelf stil te leggen vanwege het vuurwerk. Hoe heb jij dat beleefd vanaf de bank? Ja, fantastisch. Weet je, al die kinderen die rennen en vliegen en zingen. Sommige jongens achter ons op de tribune hebben volgens mij de hele tweede helft gezongen. Om een half uur lang achter elkaar zonder pauze. Dus ja, dat is fantastisch. Dat is heerlijk voor de spelers. Die gaan niet voor niks die hoek in na de wedstrijd om ze te bedanken. Dus ja, vind ik fantastisch. Laten we deze energie en het plezier van vanavond meenemen de volgende week. En dan hopen dat we volgende week weer bij elkaar staan. En dan hopelijk een keer met 3 punten. Ja. Het zou even lekker zijn voor jou en je selectie, maar ook voor de supporters. Voor iedereen, denk ik. Maar ja, LSC is ook geen makkie. Die spelen heel erg goed in de voorbereiding. Die winnen vandaag met 6-0. Tegen Achilles, wat ook geen slecht elftal is. Dus we gaan het weer zien. Ik hoop dat niet dat er heel veel makkies bij lopen dit jaar. Maar dat is alleen maar beter om je op je te stimuleren om scherp te wezen. Zo is het ook weer. Ja, bedankt. Dankjewel.